Het weerbericht nauwgezet volgen op radio en tv en dagelijks... Ja, je loopt er wel een keer of 4-5 per dag naartoe. Hè? Als een soort verpleegkundige de patiënt in de gaten houden. We gaan even temperatuur opmeten, want ze moeten uit de winterslaap komen. Het is een dagelijks terugkerend en soms frustrerend ritueel. Kijk, zullen we hem hier erin zetten? We constateren 5 graden. Dat is eigenlijk de helft te weinig. Om het witte goud toch nog een beetje op tijd op het bord te krijgen, is het alle hens aan dek. Alle asperges onder het plastic. Ja, we hebben gisteren 3 lagen folie opgelegd. En vandaag gaan we beginnen met de blaastunnels erop te zetten. Met een hoop kunst en vliegwerk. Om ze dan toch nog eens zo snel mogelijk te kunnen hebben. Vorig jaar staken de asperges bij Adrie van Son als allereerste van Brabant het kopje boven de grond. Dat betekende eeuwige roem en een wisseltrofee. Hoe anders is het nu? We zullen eens kijken. Het is nog later dan vorig jaar. En het is toch vroeg Pasen, dus ik denk dat we het toch nog teleur moeten stellen van het jaar. Ik zie nog niks. Op bezoek naar die ene asperge die wel wakker is, een oostmoment. Een moet de eerste zijn, komt het stekensmes tevoorschijn. En ja. Helaas. Niks. Door de koude winter is de Brabantse asperge niet alleen heel laat. Het weer bepaalt de prijs, hè? Minder aanvoer, betere prijzen. Ze worden ook? Ja, die zullen peperduur worden. Ja, voor de echte liefhebbers, want die willen ze toch hebben. En de restaurants ook. En ja, dan zit er, als er weinig zijn, dan zitten er veel kapers op de kust. Alleen bij langdurig, mooi, warm en zonnig weer kan het misschien nog goed komen.